Het gaat goed met schaatser Olaf Zuidert uit Lelystad. De 26-jarige Zuidert plaatste zich eerder dit seizoen voor de Holland Cup in Deventer op de 1000 meter. Dit is een wedstrijd op landelijk niveau. De allrounder focust zich dit jaar meer op het schaatsen en dat betaalt zich uit. Ik heb me pas sinds deze zomer, ongeveer in juni, aangesloten bij dit nieuwe team, Team Suomodo. Het is vorig jaar heel erg op school gefocust en dus ik had eigenlijk geen verwachtingen. En nu zit ik toch al een aantal pers gereden en op mijn eigen echte afstand 1500 meter zat ik al heel dichtbij. Dus ja, goede start van het seizoen. Zuidert gaat sinds deze zomer voor Team Suomodo en bij dat team voelt hij zich thuis. Dit is een ploeg met allemaal jongens die of een opleiding volgen of aan het werk zijn. Dus het is niet fulltime topsport, maar zeker wel parttime. We doen alles op onze eigen manier. We regelen zelf trainingen, we hebben wel hele goede begeleiding. Voor de rest doen we alles op onze eigen, een beetje creatieve manier. En dat zorgt gewoon voor heel veel vrijheid. Ik kan trainen wanneer ik wil. Dus ik kan ook hier op de topsportuur in Tielaf terecht. Maar ik kan ook op mijn eigen moment bijvoorbeeld naar een sportschool en daar mijn eigen training invullen. Dus we hebben gewoon heel veel vrijheid als ploeg. En dat maakt dat we allemaal eigenlijk onze top op onze eigen manier bereiken. Toch gebundeld. Zuidert is al 26 jaar. Een grote carrière bij de wereldtop lijkt er dan ook niet meer in te zitten. Daar ben ik eigenlijk ook niet zo mee bezig hoor. Ik wil gewoon mijn eigen grens opzoeken. En dat is zien wat het is. Kijk, 26 is natuurlijk een leeftijd waarop anderen bij spreken al echt al lang gedaan hebben. Dus ik ben niet echt bezig met Olympisch kampioen. Die illusie heb ik niet. Laten we daar al eerlijk over zijn. Het is gewoon leuk als ik zelf nog alles uit mezelf kan halen. Daar gaat het eigenlijk om. Op de Holland Cup in Deventer lukte het Zuidert vorige week niet om zich te plaatsen voor de NK-afstanden. Toch hoopt hij dit seizoen nog aan een groot toernooi deel te kunnen nemen. Kijk, wat nu wordt, wellicht zit er nog een NK Allround in. En dat is eigenlijk wel het ultieme doel voor dit seizoen.